Op een gegeven moment keek ik gewoon de sky in. Gewoon, ik had nog maar één stukje verdieping en de rest is weg. Al mijn bezittingen, alles is weg. Ze zijn al even wezen kijken. De schade aan het huis van Harriette van Berlo en ook dat van haar buurvrouw Klaartje is enorm. Zij moeten de jaarwisseling elders doorbrengen. Harriette doet dat in een hotel, haar buurvrouw bij familie. Ik vond het een magische plek. Speelhuis, bibliotheek, deze huizen ertussen. De mensen die er wonen hebben allemaal iets aparts. Dat is gewoon interessant. Gewoon het hele gegeven vlakbij de stad, in alle rust. Het was echt een heel bijzondere plek. Dat ga ik echt ontzettend missen. Ja. De kubuswoning van Klaartje is mogelijk nog te redden. Die van haar buurvrouw niet meer. Maar het is niet alleen de materiële schade die erin hakt. Ik noem maar zo, mijn geschiedenis ben ik kwijt. En bouwt er wel weer iets op, maar dat is dan vanaf nu. Dus alles van vroeger, dat is er niet meer. Mag ik jullie toch een hele fijne jaarwisseling wensen en heel veel geluk en hopelijk een nieuw huis in 2012? Dankjewel, ik wil ook. Ja, dankjewel.